Yo mensen, ik ben Joris van de Joris of Twelve van Joris. En ja, welkom bij een nieuwe vlog van mij op DDG. En waar we vandaag over gaan hebben, is eigenlijk gewoon een Q&A. Ik heb op Twitter gevraagd of jullie wat vragen konden stellen. En die ga ik nou beantwoorden. Nou, er staan een paar basic vragen tussen. Zoals, hoe oud ben je? Nou, ik ben 19 jaar. Waar woon je? Ik woon in Maastricht. Wat vinden je broertjes leuk? Nou, wat mijn broertjes onder andere leuk vinden is gamen. Mijn jongste broertje speelt heel veel Minecraft. Mijn middelste broertje, die heet trouwens Bobbe. En mijn middelste broertje heet Mees. Mees speelt heel veel League of Legends, die speelt Hearthstone. En heeft ook een tijdje World of Warcraft gespeeld. Eigenlijk gewoon heel veel MMORPG's, om het zo maar te zeggen. Dan was nog de vraag, mijn grootste blunder ever. En dat is echt eigenlijk een heel verhaal. Want mijn grootste blunder ever, of eigenlijk hetgene, het ergste wat ik eigenlijk ooit met mijn moeder aan heb gedaan, of mijn ouders. Mijn middelste broertje, Mees. Toen hij 2 was, toen ging hij naar België op school. En dan moest mijn moeder eerst mij ophalen en dan vervolgens ging ze naar België om mijn broertje op te halen. En dat was gewoon op een dag, werd ik dus opgehaald van school, samen met een vriendje van mij, Merlin heette die. Gingen we naar België en daar werd mijn middelste broertje opgehaald. Alleen, wij werden in de auto achtergelaten. De auto stond op een helling. En we waren een beetje aan het kloten in de auto en... Uiteindelijk, wat er gebeurde, wij stapten de auto uit en ineens reed de auto weg. De deur stond open, maar de auto reed achteruit de helling af. En het was echt, ten eerste, we zagen het eerst niet. Ineens rende een man keihard langs ons om die auto in te springen. Want wat er gebeurde, de deur van de auto stond open terwijl die naar beneden reed. Kraste dus tegen een andere auto aan, dus een hele dikke streep op een andere auto. En vervolgens kwam onze auto ook nog eens tegen de auto van onze buurvrouw aan. Die ook haar kind daar op school had zitten. Die auto kwam vervolgens op de weg terecht. Gelukkig is daar niks mee gebeurd, maar echt schade. Ik wil niet weten hoeveel duizenden euro's schade dat was, maar echt. Holy shit. Ik weet ook nog steeds niet wie het gedaan heeft. Of ik het nou was, of Merlin het was die de handrem eraf haalde. Of dat het misschien zelfs was dat de handrem er helemaal niet op zat. Want die optie is ook nog steeds mogelijk, omdat de auto stond zeg maar zo op de helling. En het kan net zijn op het moment dat wij de auto uit zijn gestapt, dat de auto net dat setje meer kreeg of zo, dat hij naar achter reed. Maar echt, het is eigenlijk nog steeds een beetje vaag voor mij, maar wauw. Ik wil niet weten hoe dat voor mijn moeder en vooral ook voor mijn vader gevoeld moet hebben om dat te zien. En ook gewoon, mijn moeder kwam terug en ze zag gewoon dat die auto tegen een andere auto aan was gereden. Een hele grote kras. Ja, het was gewoon een hele ravage. En natuurlijk kreeg ik de schuld en ook Merlin, want ja, we weten het uiteindelijk niet. En de laatste vraag die ik eigenlijk wilde behandelen, waarom heb je David's headset gemold? Dit is net gebeurd, echt 5 minuten geleden of zo. David liet mij een leuke video van hem zien, een soort van parody. En ik was hem aan het kijken, ik zette zijn headset op, was een echt een dure headset, 350 euro of zo. En ik zette hem op. En dat ging helemaal goed. En vervolgens, nadat de video klaar was, ik zette hem af en... En hij was gewoon uit elkaar. Gewoon, het zag er ook gewoon zo mooi recht uit. Ik kan nog steeds niet voorstellen dat ik het gedaan heb. Ik zette geen kracht, ik hoorde geen knak, ik hoorde... Ik zette hem op, dat was een goocheltruc gewoon. Ik zette hem op, ik zette hem af, hij was kapot. Maar ja, nou ja, jongens, even een... Ik wil even 1 minuut stilte voor de headset van David, want ik voel me wel lullig dat het gebeurd is. Het was echt niet mijn intentie om te mollen. Maar ja, jongens, ja, die 1 minuut stilte gaan we niet doen, want dan klikken jullie allemaal weg. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like, laat alsjeblieft een comment achter. Ik vind trouwens de grootste blunder, ik vind dit eigenlijk ook wel op mijn lijstje. Dat met die auto en dit met die headset vind ik allebei eigenlijk een grote blunder. Maar ja, jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like. Vooral een like voor die headset, want geef om die headset. Nou, laat een like, laat alsjeblieft een comment achter. Ik wil weten wat jullie grootste blunders zijn en of jullie ook zo, ooit zoiets is overkomen. En ja, tot de volgende video. Later mensen.